Universiteit van Nederland. Leun even achterover. En als het kan, sluit je ogen. We beginnen deze aflevering met een experiment. Ik dook onder wat overhangende ranken door en stapte naar buiten op een glooiende heuvel. De lucht was grijs, maar het veld was vuurrood. Voor zover het oog reikte, spreidde zich links en rechts van mij een schitterende deken van klaprozen uit. Een veld met rode klaprozen, grijze lucht. Waarschijnlijk zag je het wel voor je. Maar er is een groep mensen voor wie een klaproos niet zo zichtbaar is. Ik zie niks. Bij mij blijft het gewoon zwart. Dit is Frank. Net alsof je ogen dicht doet en het donker is. Hij is niet blind of heeft geen last van geheugenverlies. Frank heeft afantasie. Dan heb je dus een gebrek aan verbeeldingskracht. Schijnbaar zijn er andere mensen die andere dingen zien. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Het lijkt me heerlijk om een keer te kunnen dagdromen of iets anders te herbeleven, wat natuurlijk leuk is geweest. Mijn laatste vakantie was naar Parijs. Ik heb de foto's en die kan ik natuurlijk terugkijken en de filmpjes. Maar het is niet dat ik momenten nog terug kan halen van nou, dat gebeurde er of dat was memorabel en dat is blijven hangen. Ik kan de situatie omschrijven hoe dat daar was. Maar het is niet dat ik daar een beeld bij heb. Deze mensen zijn mindblind, afantasten. Dit is Laura Speed, van origine Brits. Zij onderzoekt mensen met afantasie. Zo'n 4% van de mensen hebben afantasie. Helemaal geen visuele verbeelding. 1 op de 25 mensen. Best kans dus dat ook jij iemand kent met afantasie. En behalve dat zij zich geen klaproos voor de geest kunnen halen, heb je problemen met gezichten te herkennen, toekomst voor je te zien, dingen van hun leven te herinneren. En ze hebben ook problemen met dromen. Ze dromen wel, maar ze zijn minder levendig of vaak zonder beelden. Laura onderzoekt als experimenteel psycholoog de werking van onze zintuigen aan de Radboud Universiteit. Ze raakte gefascineerd door mensen met dit gebrek aan visuele beeldvorming. Een fenomeen waar we pas sinds kort onderzoek naar doen. Afantasie werd eerst beschreven door Britse onderzoeker Adam Zeman. Een man kwam bij hem na een operatie die kon zich niets voor de geest halen. Na publicatie over die man kwamen er meer mensen bij die hun leven lang geen visuele verbeelding hadden. En in 2015 noemde zij dit toestand afantasie. Fantasie is het Grieks woord voor verbeelding. En die verbeeldingskracht gebruiken we om informatie te verwerken. Zoals bij het lezen. Zodra je een boek openslaat en begint met lezen, wordt je visuele cortex in het brein geactiveerd. Niet alleen omdat je woorden leest, maar ook om de betekenis van de woorden te begrijpen. Lezen gebruikt hetzelfde deel van het brein als wanneer je aan het kijken bent. Dus je bent eigenlijk aan het kijken, maar in je hoofd. Dat letters op papier bewust of onbewust normaal worden omgezet in beelden in je hoofd, wordt wel duidelijk wanneer je teleurgesteld moet concluderen dat de personages in de verfilming van jouw favoriete boek er ineens totaal anders uitzien dan dat jij ze had voorgesteld. De verfilming in je hoofd neemt je mee in de wereld van een verhaal. Door beeldvorming word je meegenomen en inleven met de personages in het verhaal. Maar hoe werkt dit met mensen met afantasie? Om dat te onderzoeken verzamelde Laura 50 mensen met en 50 mensen zonder afantasie. Mensen die helemaal geen visuele verbeelding hebben, noemen wij afantasten. Maar tegenover zijn er ook mensen met heel levendig, helder verbeelden. En dat noemen wij hyperfantasie. En de meeste mensen zitten ergens tussen de twee. Waar je zit op die fantasieschaal wordt bepaald door een test. Je moet je een plek inbeelden. En in dit geval gaat het om een winkel. Het hoeft niet een echt winkel te zijn, maar ik ga het meer over hoe helder, duidelijk de beeld in je hoofd is. Op een schaal van 1 tot 5, 1 helemaal geen beeld, tot 5 heel levendig, heel hyperrealistisch. We gaan deze test gewoon even doen. Succes! Denk aan een winkel waar je vaak komt. Je kijkt van de buitenkant naar de gevel van de winkel. Denk aan de kleur en de vorm van de gevel. Nu ga je binnen de winkel. Je loopt naar de kassa. Je kan iets kopen. Je geeft geld naar de winkelbediende. Denk aan de winkelbediende. Hoe ziet ze eruit?
Ik zie het helemaal voor me. Ik sta gewoon bij de bakker in Weesp nu. Tegenover de vrouw met een rokerige stem en rood haar. Maar hoe doet onze avondtast Frank deze test? Ja, nee, als één, ik zie niks, is dan één. Ik heb daar echt geen beeld bij. Ik weet waar de winkel is. Ik weet hoe ik er moet komen. Maar niet dat er een plaatje bij in mijn hoofd komt. Het blijft moeilijk voor te stellen voor iemand die wel beelden voor zich ziet. Hoe kan je een winkel waar je dagelijks je boodschappen doet niet visualiseren? Voor Laura aanleiding om te kijken, hoe lezen mensen met afantasie? Blijft het verhaal ook minder goed hangen? Vinden afantasten de beschrijving van een hoofdpersoon interessant? Of letten ze op hele andere dingen in het verhaal? Ze gaf haar testpanel een tekst om te lezen. Een eng verhaal. Die gaat over twee mensen, twee onbekenden die elkaar ontmoeten en op reis gaan in een auto. Haar naam was Beth. We kenden elkaar niet. We pakten haar auto en reden vanuit Chicago naar Missouri. We keken naar de manier waarop de aandacht van de lezers bij het verhaal betrokken was. Toen ik wakker werd, waren we St. Louis al voorbij. Hoe meegenomen ze waren in de wereld van het verhaal. En was Beth afgeslagen naar een smalle tweebaansweg die door een bos liep. De characters, of de auto, of het weer, of die beschrijvingen mentale beelden activeerden. Ik opende mijn deur, stapte uit, rende van de weg af het bos in en wachtte tot de koplampen tegen Beth aan zouden knallen. En wat blijkt nou uit onderzoek? Dit soort spannende verhalen, die doen avondtasten heel weinig. Tijdens het onderzoek hebben zij de huid van mensen met en zonder afantasie gemeten. Mensen met afantasie hebben geen kippenvel als zij een enge verhaal lezen. Maar wel tijdens het kijken naar enge beelden. Dus het gaat vooral over het lezen en het voorstellen zelf van de enge situaties. Nou zou je denken, er is toch helemaal niks aan als je je niks kan voorstellen bij het verhaal wat je aan het lezen bent? Maar we waren verbaasd dat het viel mee eigenlijk. Mensen met afantasie vinden lezen net zo leuk als mensen zonder afantasie. Ze lezen net zo vaak en ze lezen dezelfde genres van boeken. Fantasy, horror, science fiction, het maakte ze niets uit. Toch waren er ook verschillen. Mensen met afantasie waren minder geabsorbeerd in het verhaal. Ze hadden ook minder emotioneel verbinding met de characters in het verhaal. Dus concludeerden wij dat visuele verbeelding belangrijk is voor de ervaringen van het verhaal, maar misschien niet de enige reden om een verhaal te lezen. Want ze vinden het lezen net zo leuk als mensen zonder afantasie. Oké, we halen de neus uit de boeken, want een avantast kan ook in het dagelijks leven effecten ervaren van een gebrek aan beeldvorming. Stel, wij zijn vrienden en ik heb iets heel na meegemaakt en ik wil jou over dit situatie vertellen. Maar jij heeft afantasie. Voor jou is het heel moeilijk om in te leven in mijn verhaal, want je kan niet voorstellen mijn situatie van mijn beschrijvingen. Maar als ik jou dezelfde situatie laat zien, bijvoorbeeld door een video of foto's, dan kan je makkelijker empathie hebben met mij. Inleven in verhalen van bijvoorbeeld vrienden of familie is dus lastig. En ook herinneringen zijn voor afantasten niet zo helder. Mensen met afantasie hebben soms moeite met mensen herinneren. Bijvoorbeeld een familielid die overleden is. En dat kan soms verdrietig zijn. Het grootste deel van de mensen met afantasie gaat door het leven zonder te weten dat zij de wereld anders ervaren dan de meeste mensen om zich heen. Ik weet het eigenlijk pas 2 maanden. Het was namelijk zo dat we via social media een testje vonden waarbij er gevraagd wordt op een schaal van 1 tot 5 hoe goed je een appel kon zien als je je ogen dicht deed. Ik kwam erachter dat ik helemaal niks zag als ik me een appel ging inbeelden als ik mijn ogen dicht deed. En andere familie en vrienden die zagen wel een appel, of vaag of heel erg scherp, en konden zelfs omschrijven dat die appel aan het glanzen was. Terwijl ik dacht, ja, ik weet niet waar jullie het over hebben, maar bij mij blijft het gewoon echt zwart. Dus klopt hier iets niet? Ja, totdat ik er dus achter kwam dat het afantasie was. Afantasie wordt niet gezien als een aandoening of een beperking. Het is meer een variatie op hoe je zintuigen kunnen werken. En soms kan afantasie ook een uitkomst zijn.
Ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens van mensen die bijvoorbeeld mediteren, dat die zich lastig kunnen concentreren omdat ze gestoord worden door allerlei dingen. Of als je bijvoorbeeld 's nachts probeert te slapen en je ligt wakker, dat er allerlei gedachten en beelden door je hoofd gaan. Ja, daar kan ik me dan niks bij voorstellen, want als ik me zou moeten gaan mediteren, dan kan ik me als het ware afsluiten voor dat soort afleidingen. Iets beter, denk ik, dan iemand die het niet heeft. Dank Laura en Frank. En misschien is het een beetje moeilijk voor te stellen, maar volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuw verhaal.